Uitvarende vissersboten. Het wordt iets wat steeds minder zal te zien zijn in onze havens. Biologen van het Rijksinstituut voor Visserij beweerden een tijd geleden dat heel wat vissoorten in de Noordzee een dramatisch laag peil bereikt hadden. Om de druk op de visbestanden in te dijken, legde de Europese Commissie de al noodlijdende visserij nieuwe beperkingen op. Deze zijn vanaf februari dit jaar van kracht. Er zijn twee krachtlijnen. Eerstezijds dus de quota als dusdanig, dus dat met name hoeveel vis dat er mag gevangen worden in de onderscheidende gebieden. En ten tweede het systeem van visserijinspanning. En wat beduidt dat? Visserijinspanning, dat is het aantal zeedagen dat er mag gevist worden in een bepaald gebied. De Belgische vissers trekken aan de alarmbel. De strenge vangstbeperkingen, die nu ook buiten de Noordzee van toepassing zijn, maken het voor hen bijna onleefbaar. Sinds begin dit jaar mag er wel evenveel tong aan wal worden gebracht, maar de hoeveelheid schol en kabeljauw worden flink teruggeschroefd. Voor de kustvisserij, die vooral op deze soorten vist, betekent dat een flinke klap. Voor de tong in de Noordzee mag er wat meer gevangen worden dit jaar. Maar voor in andere gebieden, bijvoorbeeld in het Bristolkanaal en de Ierse Zee, dat zijn twee zeer belangrijke visgebieden voor ons, is er een reductie van ongeveer 25% voorzien. Dus voor ons komt dat wel redelijk hard aan. Samen met de vangstbeperkingen schroefde de Europese Commissie ook het aantal zeedagen fors terug. Nu mogen de Vlaamse vissers maar 14 dagen per maand meer aan de slag, terwijl de Franse vissers nog 19 dagen per maand mogen uitvaren. Toch ziet Luc Maartens dit niet echt als discriminatie. Ja, wij hebben daarvoor gevochten op de Visserijraad om hetzelfde te krijgen van de Fransen. Maar de Fransen hebben gezegd, ja, de Fransen niet. De commissie heeft dus gezegd 19 dagen, maar voor een specifiek visserijsegment. En dat specifiek visserijsegment zijn dus kleine vaartuigen van minder dan 15 meter. Wij hebben geen vaartuigen van minder dan 15 meter. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, het is een discriminatie, maar aan de andere kant is het geen discriminatie. Want als wij het onder dezelfde regels vallen als de Fransen, ja, heb je in feite niet veel aan te zeggen. Door het jaarlijks strenger wordend visserijbeleid vreest de redercentrale voor de toekomst van de visserijsector. De vissers van hun kant vragen zich dan ook af wat nu eigenlijk het doel is van de Europese Commissie. De ondergang van de visindustrie of het herstellen van de visvoorraden. Alsjeblieft, zeg. Ja, bedankt.